Na de match tegen Eupen heeft er een journalist mij gezegd van als je je contract uitdoet, heb je 9 jaar gespeeld, dat is even lang als Frederik Herpoel. We weten nooit in de voetbal hoe dat evolueert, maar oké, dat is iets moois natuurlijk. Brecht de Jager heeft zijn contract bij AA Gent verlengd tot 2022. De voorbije 5 jaar kende Brecht mooie, maar ook pijnlijke momenten bij Gent. We blikken samen met hem terug. Daar zie ik er nog vrij jong uit, hè. Ook nog minder body ook natuurlijk. Ik herinner me dan altijd heel goed en om dat nu zo terug te zien is dat wel grappig. Mijn familie was mee, mijn tante was mee, mijn broer was mee. Oh, mijn broer. Het was net het eerste jaar als in de Glamco zijn en voor mij van Kortrijk naar de Glamco was een hemelsgroot verschil. Dat was ook de eerste keer dat je zo met een truitje moest vastpakken en zo. Dat er met de manager en met Gunter Schepers erbij foto's werden getrokken. Dus dat was gelijk of dat echt hoort te zijn. Alsjeblieft, jongeman. Ja, dat is leuk. Hè. Als je nu ook al die mannetjes ziet. Dat is iets dat ik altijd heel graag doe. Ik ben ook afgestudeerd als regent lichamelijke opvoeding. En het omgaan met kinderen en onder leren voetballen, zeg maar, is nog altijd heel leuk. En op dat moment was ik de allerjongste. Nu doe ik de U15. Ja, dat is fantastisch. Ook voor die mannetjes is dat ook heel leuk dat ik onder trainer ben. En nu ook, het zijn oudere spelertjes. Maar je kunt er ook meer wat over volwassenere dingen over praten dan met die hele kleine mannetjes. Dus super. When somebody do something on the road, he go crazy. Is er ook nog jong uit, hè? They don't have to go. Papi have no problem when they come in front of me, hè? But they don't have to do it the last moment, hè? Yeah. Or when they are pushing in my back. I'm happy we didn't have problem yet in traffic. Ik denk dat hij dat niet mag klagen. En, ik ben een jagertje, zoals mijn papa zei. Dat zo weer. Dus soms hebben we wel de neiging om iets te snel op terrein, maar we zijn altijd wel onder controle van alles. Het is leuk om dit ook terug te zien op mijn Engels. Dus tegen Eto is altijd super grappig, omdat ik het altijd met een mix doe van West-Vlaams en Engels. Dus ja, het is leuk om een keer terug te zien. Normaal drink ik nooit geen bier, dat smaakt dat me nooit, maar ze hebben dat nooit zo goed gesmaakt of niet. Dat is fantastisch. Als klein kind droomde altijd van het hoogst haalbare in de voetbal en dat was kampioen worden. En vandaag is dat gebeurd, maar ik kan het nog niet goed geloven, want het is fantastisch. Groot feestje vanavond. Ja, ik zal het allemaal op me laten afkomen. Dus, en de sfeer zit goed. Oh. Weet je, tot de dag van vandaag besef je soms nog altijd niet goed wat je gerealiseerd hebt eigenlijk. Het is super. Ik weet ook nog, op het moment dat hij afloot, zakte ik gewoon door mijn knieën en begon ik te ween. Maar je beseft niet op dat moment hoe dat je gepresteerd hebt als team en als individu ook. Ze zeiden achteraf tegen mij dat de Champions League hymne afgespeeld, maar ik had daar niets van gehoord. Ik had daar totaal niets van gehoord. Ze zijn zodanig in euforie, blijheid en ook voor je ouders en familie en al. Voor vrienden zijn ze super content en er is toch wel één of meer traantjes gevloeid in dat ook van contentement, zeg maar. Oké, dat is denk ik de grootste, beste moment die ik in Gent heb beleefd. Ik heb er wel van de eerste minuut tot de laatste minuut, zeg maar. Dat is iets wat je altijd gaat bijblijven. Ja, dat was fantastisch. Als je nu die benen terug ziet, je krijgt kippenvel als je daaraan terugdenkt. Alles zat mee. De zon was supergoed weer. Niet te warm, niet te koud. Het was super en zoveel volk. En het idee om dat ook met die bootjes te doen, het was geniaal. Het dus, was heel leuk. Dat kan nog een keer doen. Dat is een pijnlijk moment. Het is voor mij mijn allereerste ervaring met een rode kaart en hopelijk mag het daarbij blijven, zeg maar. Ja, dat was denk ik niet graag aan terug. Dat zou eigenlijk ook een van mijn mooiste momenten. En dat was eigenlijk een van mijn mooiste momenten in het voetbal en een van mijn diepste momenten, slechtste momenten in het voetbal. Omdat ik droomde er echt van om altijd om Champions League te spelen. Toen ik zelfs de PlayStation 1 nog had, was mijn eerste spelletje UEFA Champions League 98-99. Ik zei altijd van als ik dan de Champions League ga gespeeld heb, ooit in mijn leven is mijn carrière gelukt, zei ik. Ik had nooit gedacht dat ik het op een leeftijd van 24 jaar ging doen.
En ja, het was toch wel heel pijnlijk. Ik herinner me ook, het was net op de, aan de overkant van het veld. Ik moest nog heel het veld oversteken en ik moest me echt inhouden. En dan liet ik ook de tranen volop in de kleedkamer. Maar oké, het is gebeurd en geleerd daaruit. En ik had dan wel een moeilijke periode daarachter. Ik had dan zo ook een kleine blessure en dat zat echt wel in mijn kop. Ik pakte dat ook wel mee even. En, maar gelukkig hebben we dan nog goed kunnen herpakken daarna. Maar het was inderdaad een donkere bladzijde, denk ik. Never knew it would take this long. The same old streets, the same old songs. Same wise words from old man John. Where does he go? Ik droom er al van kind af aan, zeg maar, voor ooit team basket te gaan spelen. Nu kan het misschien, maar kijk, ik ben gewoon blij dat we door zijn naar de volgende ronde. Dat is ook het enige spijtige aan die campagne, dat je dan geen echte topper hebt geloond. Op dat moment, ik droomde eigenlijk al vanaf dag 1 voor Barça, ook in de groepsfase. Dat is niet gebeurd. Dan hadden de kans om nog een ronde verder te gaan. En dan heb je Wolfsburg, met alle respect natuurlijk, wel een fantastische ploeg. Draxler, heb je heel veel mooie spelers, maar op dat moment wilde je geen Wolfsburg, wilde tegen Messi spelen. Oké, okay, het was een fantastisch moment ook, dat moment. Mijn knie voelt goed aan, voelt nog nooit zo sterk als nu. Nu is het bijgeloof, dus hopelijk kan ik na nieuwjaar gewoon enkel met tape rond mijn enkel spelen. Met mijn rode kaart en dit, dat dat mijn twee minste ervaringen zijn bij Gent. Ik dacht altijd van, dat gaat niet met mij gebeuren. Ik ben echt sterk, ik ben iemand dat je niet rap gaat kunnen kraken. En op dat moment dan eigenlijk zo'n zware blessure te hebben, valt u weer uiteen. En ik heb de eerste 3 dagen super moeilijk gehad. Heel moeilijk, omdat ik niet kon geloven. Dus dat ook op dat moment in een hele goede flow. Ik zit klaar voor de play-offs te spelen en dan ja, stopt de wereld en heb je je kruisband. Maar daarna heb ik echt een knop kunnen omdraaien en zeggen van kijk, ik ga sterker terugkomen. Tijdens rust krijg ik even een beeld van iemand en ja, dan hadden we wel even slikken, want het was een serieuze tackle en achteraf kreeg ik ook heel veel berichten op mijn gsm. Oké, gelukkig. Als je die beelden ziet. Oké, ik heb dat denk ik het wereldnieuws meegehaald met die tackle, dus dat is het enige voordeel misschien eraan. Maar dat bewijst wel dat ik in dat tussenseizoen heel hard gewerkt heb en dat mijn knie echt sterk staat. Of hetzelfde was mijn voetbalcarrière, daar stopt zelf. Dus, het was een zware tackle, maar kijk, ik heb het goed overleefd. If you know where you are when you wake up. If you know where you are when you wake up, something's wrong. Yeah, we gotta go on and on and on. Yeah, we gotta go on. Tell them to believe in tomorrow. If we couldn't get there today, so we gotta go on and on and on and on. Never been the type to go the easy way. Really, I cannot explain, I call it being great. Something ain't growing up around those empty fridges. Influenced the way that I be handling my business. I don't mind a little struggle, cause my mama went through it. If I need to go through it, that's fine. I'm positive it's the right way to do it. Though I try not to ruin opportunities given to get by. Listen, it's a slow process, and I knew that from the start. Niggas want it all too fast and end up tearing shit apart. Man, it's they lost. I ain't here to babysit your ass. I just hope that in the future you ain't considered the best, my nigga. Anyway, I got enough hurdles already, but you know I'm finna conquer. I'm still in my early 20s, so tell them not to worry. Your nigga feeling impervious, gotta be here the longest, not the earliest. We gotta go on and on and on. In de halve finale van onze voetbalquiz nemen Stefan Mitrovic en Sigur Rostedt het tegen elkaar op. Casillas. Müller. Nee. Easy. Mestalla. Mitrovic haalt het overtuigend en is de eerste finalist. Wie zijn tegenstander wordt in de grote finale, dat zie je volgende week. Het is er al. What?